Honderden kilometers lopen van stad naar stad. Dat is wat Jos Smeets en een aantal andere actievoerders doen om steun te krijgen voor een menselijker vluchtelingenbeleid. Dit weekend deden ze Eindhoven aan. Want je moet iets doen. Je kunt niet wegkijken en zeggen laat die mensen maar aan hun lot over. Dat is een onhumaan. Vanuit alle windstreken lopen activisten richting Den Haag om aandacht te vragen voor de slechte omstandigheden waarin vluchtelingen aan de grens van Europa zitten. Met in de hand een lantaarn. De lantaarn staat dus voor lopend vuur. De mensen erop te attenderen, vrijheid is niet zomaar iets. Je moet er iets voor doen. En dat geldt zeker bij vluchtelingen. Van stad naar stad gaan ze dus, om op veel plekken een waken te houden voor vluchtelingen. Een stukje bewustwording. Zij vluchten niet voor niks, zij komen niet voor niets hierheen. En de manier waarop daar nu in de politiek ook over gepraat wordt, ja, daar sta ik gewoon niet achter. En ik zou graag zien dat er meer naar de menselijke kant wordt gekeken in plaats van we moeten minder hebben. De actievoerders komen op 16 maart aan in Den Haag. Daar houden ze een waken en gaan dan in gesprek met politici.